juist wachten op wat er daar gaat gebeuren. Geven om een ander, liefde alleen.
Geweldig om zo God eer te zingen tot in alle eeuwigheid. Geweldig mooi gezongen, Bas, met je fantastische koor. Dit vraagt om meer, vind je niet? Ja, deze kinderen gaan naar hun zondagschoollokaal, maar ik zie ook nog kinderen in de zaal zitten. En alle kinderen in de basisschoolleeftijd, groep 1 tot en met 8, ook die hier nog zitten. Jullie mogen ook naar de zaal achterin gaan. Er staan wel mensen, je ziet wel waar je naartoe moet. Daar ligt nog een mooi presentje voor je klaar. Dus alle kinderen, of je nou hier voor het eerst bent of niet, gast of niet, of altijd al komt, maakt niet uit. Ga naar achteren toe, alle kinderen van de basisschool, groep 1 tot en met 8. En jullie mogen ook alvast gaan. En dan wil ik Michael naar voren vragen om met ons de dienst te gaan afsluiten. Filippenzen 4, vers 6 staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat u verlangen in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Zullen we gaan staan en zullen we God danken voor deze dienst? Vader, dank u. Dank u, Heer, dat u de God van de vrede bent. Dank u, Vader, dat u de Heer der Heren en de Koning der Koningen bent. Heer, wil u zo danken voor deze dienst. Waarin we mochten stilstaan bij u, Heer Jezus, die gekomen was. Dank u wel dat u het licht van de wereld bent. Dat u de hoop van de volken bent. Dank u wel, Heer, dat we uit mogen zien ook naar u, ook vandaag, in alles wat we doen. Vader, wilt u met ons meegaan vandaag? Wilt u ons helpen? Wilt u ons een fijne dag geven? Wilt u ons helpen om te zien naar de ander? Dank u dat u dit mogelijk maakt, dat we hier samen mochten komen. En willen zo vragen om uw zegen, Heer. Vader, we willen uw zegen uitbidden. Omdat de vrede van God uw hart en uw gedachten zal bewaken in Christus Jezus onze Heer. Wees gezegend in alles wat je doet vandaag, morgen en tot in de rest van de tijd die hier op aarde nog mag zijn. Dat de vrede van God met jullie mee mag gaan. Dat de vrede van God tot jullie harten mag spreken. Ook als je het moeilijk hebt. Dat je dan die vrede van God mag ervaren. Die zegt: kom. Kom mijn kind, kom tot mij. En ik zal je rust geven. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar nog het Ere zij God zingen. In the
hele fijne dag, hele goede dagen. Wel thuis. Ja.